De volgende deelnemer is 12 jaar, komt uit Harderwijk. Hij speelt 4 jaar saxofoon en 6 jaar hockey. Zijn zus speelt viool, maar van klassiek houdt hij helemaal niet. Hij heeft liever pop en jazz. En hij is voor het instrument gekozen omdat op de open dag van de muziekschool de leraar Jacco hem wel een aardige gast leek. Nora, ben je gaan spelen? Blues for BS. Huh? Niels Borst. Superman, super, hè? Dank u wel.
Eigenlijk hoeft die jury voor niks meer te vertellen, maar het is zo goed. Nou, komen ze eventjes een goed contact. Maar ik vond het spannend. Kom maar, zeg maar wat je wil. Ik durf niks meer te zeggen, Hans. Nee, geef mij ook zo'n leraar, zou ik zeggen. Want, of ligt het niet aan Jacco? Nee, het ligt gewoon... Niels is gewoon een natuurtalent. En wat we hier zien gebeuren op dit podium, dat is heel bijzonder, dames en heren. En ik kan het weten, want ik speel een beetje saxofoon, maar lang niet zo goed als hij. Dus ja, je bent pas 12. En er ligt een hele wereld voor je. Dus geniet ervan. En het wordt alleen maar mooier, Basilius. Wat denk jij? Ik heb er weinig toe te voegen. Ik heb maar ding opgeschreven dat het echt mooi gerelaxed is zoals je er staat. Dat is wel goed. Want dan, hè, als je jazz wil spelen, moet je ook gerelaxed zijn. Dat moet vanuit je gevoel komen. En ja, ik zet er gelijk, staat eronder ook lekker een jazzy film. Dat zie je ook staan en dat voel je ook en dat hoor je ook. En ja, virtuoos. Dus nee hoor. Mooi, een goede leraar en dat gaat helemaal goed komen. Oké, okay, super. En ik kan één ding toevoegen, want ik weet hoe moeilijk is deze band. Hè? Maar jij luistert naar onze dirigent en dat doen ze niet allemaal zo goed. Dat is echt wel wat. Ik hoor vaak Bert van deze. Maar ja, dat vond ik heel mooi om te zien, jongens. Groot applaus. Dankjewel.